Tijdens het eerste weekend van oktober is het centrum van Nuenen weer in de ban van kunst. Na een herstart in 2017 organiseert de Rotary Club Nuenen voor de tweede keer op rij Kunst met een grote T. Kunst met een grote T is een tweejaarlijks evenement waarin een weekend, meestal eind van september of begin oktober, bewoners in Nuenen hun huizen openstellen voor een expositie van Nuenense kunstenaars. Hoeveel locaties, waar praten we dan over? Het zijn er ruim 25 als ik het goed heb, ja. Dus het wordt een leuke wandeling. Ja, je gebruikt het woord wandeling al, het is te lopen. Hoe groot is de afstand ongeveer als ik hem helemaal loop? Ja, mijn collega heeft het toevallig uitgeprobeerd. Het is ongeveer 2 kilometer. Dus je kunt er 2 dagen over doen. Ja, ja. En hoeveel kunstenaars doen er mee? Een stuk of 60 kunstenaars. En dat zijn dan van allerlei soorten disciplines. Dus schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, stof, textiel, vilt, noem maar op. Fotografie, van alles. Afgelopen donderdag kwamen kunstenaars en bewoners bij elkaar en werden ze bijgepraat over het evenement en werden de laatste puntjes op de i gezet. Ook werden de kunstenaars aan de locaties gekoppeld en konden ze kennis maken met hun gastheer of gastvrouw. Tijdens Kunst met een grote T zijn veel kunstwerken te koop en er wordt ook een veiling georganiseerd. Ja, de veiling is altijd toch iets bijzonders bij het hele gebeuren. De bedoeling van de veiling is, laat ik eerst iets anders vertellen. Het hele gebeuren is kostenneutraal voor ons, dus wij verdienen daar niets op. Al het geld wat binnenkomt is om de kosten te dekken. Met de veiling proberen we nog wat extra geld bij elkaar te krijgen voor het goede doel. En het goede doel is deze keer is dat Stichting Leergeld. En dan nadrukkelijk cultuur, dus niet voor een nieuwe computer of voor een fiets, maar echt voor tekenles, muziekles, schilderles en dat soort zaken. Kunst met een grote T wordt gehouden op 5 en 6 oktober in het centrum van Nuenen en de toegang is uiteraard gratis.